En dit is nog steeds de VPRO via Radio 4. En ik zou zeggen, bereid u voor op iets anders dan anders. Immers in het komend uur kunt u luisteren naar de VPRO-bijdrage aan de Hoorspelweek. Nou zult u misschien zeggen, Hoorspelweek, VPRO, en dat op de muziekzender Radio 4. Daar is toch nooit eerder sprake van geweest. Inderdaad, zo is het. En het hoe en waarom van het nu toch opeens wel, hoort u nu van Rick Saal. Over Pushkin is één ding zeker. Zijn draagwijdte kan niet worden overschat. Hij is de kern van de Russische literatuur en vormt de spil van de Russische cultuur. Dat schrijft Hans Boland in een essay onder de titel Mijn Pushkin, dat voorafgaat aan zijn vertaling van een van Pushkins belangrijkste werken, De Bronzen Ruiter, een vertaling die binnenkort in boekvorm zal verschijnen. Voordat u gaat luisteren naar de hoorspelbewerking van deze Petersburgse vertelling, is het goed iets over de geschiedenis, over de aanleiding, de inhoud en de vorm van De Bronzen Ruiter te weten. De Bronzen Ruiter is een soort liefdesverklaring van de dichter aan Sint-Petersburg, de hoofdstad van het Russische Keizerrijk toen. Het verhaal zelf gaat over het kleine ambtenaartje Yevgeny, wiens lief Parasha verdrinkt tijdens een watersnood. Yevgeny wordt krankzinnig. Zo krankzinnig wordt hij, dat hij op een nacht, wanneer hij langs de Bronzen Ruiter loopt, het standbeeld van Peter de Grote, dat beeld uitkaffert, waarna het beeld van zijn sokken komt en Yevgeny gaat achtervolgen, tot de paranoia en tenslotte de dood op de krankzinnigheid volgt. Yevgeny is niet de echte held van het gedicht. Petersburg, de stad die in 1703 door Peter de Grote is gesticht, in de eerste plaats om strategische redenen vanwege de oorlog tegen de Zweden. Het Petersburg van Peter de Grote is de hoofdheld van het gedicht. Met de Bronzen Ruiter heeft Pushkin het beeld van de stad geschapen zoals Peter de stad zelf schiep. Petersburg was Peters meest adembenemende prestatie. Petersburg was Peters meest glanzende fout, schreef Pushkins tijdgenoot, de geschiedschrijver Karamzin. De bouw van de stad eiste tienduizenden levens, want Peters wil was van staal en de klimatologische en geologische omstandigheden waren onmenselijk. Petersburg werd gebouwd in de delta van de Neva, een brede, snelstromende, onberekenbare rivier die keer op keer de stad onder water zou zetten. Haar hoogste pijl bereikte zij op 7 november 1824, toen het ongeveer 3,75 meter steeg. Deze ramp wordt beschreven in De Bronzen Ruiter. Het reusachtige standbeeld, waaraan de titel van het werk is ontleend, is in 1782 door Catharina de Grote onthuld, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Peters troonsbestijging, aan de zuidelijke oever van de Neva, op het Petersplein, dat later, na de revolutie, het Decabristenplein ging heten. Pushkin schreef De Bronzen Ruiter in oktober 1833. Tsaar Nicolaas I verhinderde de publicatie. Pas in 1904 zag de eerste ongecensureerde editie het licht. In zijn essay Mijn Pushkin wijst vertaler Hans Boland onder veel meer op de klank en het ritme in Pushkins werk. Ik citeer: als klankvernieuwer is Pushkin totaal en grenzeloos. Door de herrie der dadaïsten zijn we misschien enigszins doof geworden voor wezenlijke taalvernieuwing. Maar experimentele, vernieuwde taal niet of op zeer beperkte schaal, ofschoon zij elk traditioneel taalgebruik overboord gooien en alle taalmiddelen in de strijd werpen die los en vast zitten. Pushkin daarentegen verwerpt niets van wat de taal heeft overgeleverd en gebruikt elk middel maximaal. Maar alle stijlmiddelen en woorden komen bij hem in een andere, nieuwe lichtval. Pushkin is een meester van de synthese. Misschien wel een van de wezenlijkste overeenkomsten tussen hem en Mozart. Pushkin is een en al alliteratie, binnenrijm, vocale en consonantenrijm, riem rich en wat iets meer zij. Pushkin houdt van ordinaire rijmen bij een hoog en machtig thema en van rijmacrobatiek onder het babbelen. Ver voor Dada is hij vooral ook gek op lelijk en comme il faut pas, maar regels zijn er niet. Geen enkel procedé heeft algemeen geldige waarde. Elk procedé past Pushkin eerst zus toe, dan zo, dan op beide manieren tegelijk, en tenslotte nog op een vierde manier, die wij alleen maar kunnen voelen.
Regels en normen bestaan voor Pushkin uitsluitend om gebroken te worden, krijgt men de indruk. En zodra ze gebroken zijn, herstelt hij ze in hun oude eer, die nooit meer de oude zal zijn. Deze methode of houding komt wellicht het duidelijkst tot uiting in Pushkins interpretatie van wat ritme is. Ritme is geen metrum. Metrum is maat, patroon, schabloon, norm. Het is een soort poëzie-algebra. Ritme, daarentegen, is leven. U gaat luisteren naar De Bronzen Ruiter, hoorspel voor mannenstem en noodweer, naar de gelijknamige Petersburgse vertelling van Alexander Pushkin. Vertaling en mannenstem Hans Boland, vormgeving en noodweer Rick Zaal, techniek Frans Meijer. Het is 1824, het is november, het is pokkenweer in Petersburg. Vlak aan de waterwoestenij stond. Zijn geest vloog frank en vrij. Ver keek hij. Aan zijn voeten ijlde de wijde wilde stroom voorbij, waarop een eenzaam hulkje zeilde en her en der amper beschut doemde een arme Finse hut tussen zon en slip en mossen. Het zonlicht was er zonder nut, in mist verborgen voor de bossen die rondom ruisten. En hij dacht, hier zal een stad als bolwerk komen tegen de zweet. Neemt u in acht, buurman, ik zal uw hoogmoed tomen. Hier laat ons de natuur hun voet Europawaarts aan zee. Hier moet een raam geopend. Al wie hier aan de oever onder vreemde vlag zijn anker uit wil werpen, mag als onze gast wijds aan de sfeer gaan. Een eeuw verstreek, verrezen was een middernachtster. In wat duister en vocht was, rimpel en moeras, stond nu een stad in trotse luister. De lage oevers, waar de Fin, stiefkind van de natuur, zijn netten voor een onzeker schraal gewin op ruige zee placht uit te zetten, bruisen van leven nu, zie daar. De ruzen dicht tegen elkaar van ranke torens en paleizen. Schepen komen van overal ter wereld, wijl hier aan de wal de rijkdommen al hoger reizen. De Neva gaat thans in graniet. Over het water hangen bruggen. En donkergroene tuinen ziet men alom op de eilandruggen. Het oude Moskou is vervaagd. Naast deze hoofdstad, jongst in jaren, als naast de jonge bruid des tsaren, de weduwe die purper draagt.
Ik heb je lief, Peters creatie. Ik heb je lief, jouw strenge gratie. De Neva die gebiedt en vliet binnen haar oevers van graniet, gesierd met gietijzeren hekken. Jouw nachten die het blanke licht van maanloos schijnsel laten lekken over het boek dat voor me ligt, terwijl ik zonder lamp kan schrijven en lege straten, reuzenlijven in slaap opblinken en de naald boven de rijkswerf straalt, dan daalt de donker niet, want eer het gloren van avondgoud de lucht verlaat, komt ochtendlicht de nacht al storen die binnen een half uur vergaat. Ik heb je winterlief, de wrede vrieskoude lucht, bewegingloos. Rietjes langs de rivier per slede, meisjes die blozen als een roos. De drukke bals in schitterzalen, een late vrijgezellendronk, wanneer in schuimende bokalen de punch sist met een blauwe vonk. Je marsveld heb ik lief, het gisten van al dit militair vertoon, het vrolijk gelijkvormig schoon van voetvolk en cavaleristen, de krijgsvanen die in de wind hun ranke rijen wiegen laten, de mutsen met hun kogelgaten in brons dat blikkert en verblindt. Ik heb je lief, soldatenhoofdstad, wanneer je vesting rookt en broelt als oorlogszege ons belooft dat het vaderland geen knechtschap doelt. Of als de Noordse keizerin haar huis een zoon heeft mogen baren. Of als de Neva het begin van lente voelt en blij van zin blauw ijs meevoert op woeste baren. Pronk, Peterstad, recht je postuur, onwankelbaar als Rusland zelve, dat de beteugelde natuur een grafkuil voor haar strijdbijl delve. Laat het verleden bitterzuur in Finse golven niet meer stokken, door Peters dromen niet meer spoken, opdat hij rust in eeuwigheid. Het was een vreselijke tijd, fris in de geest nog voor te stellen. Daarvan, mijn vrienden, wil ik nu het volgende verhaal vertellen. Een troef verhaal, vertel ik u. Onder kille novembervlagen lag Petrograd ter neergeslagen. De Neva gisselde de wal luidruchtig met schuimende koppen, zoals men bij een koortsaanval kan liggen kronkelen en schoppen. De avond viel, het werd al laat. Een gure regen striemde kwaad tegen de ramen en verbeten huilde de wind. Nu dan kwam van visite thuis een jonge man, Yevgeny, want zo zal hij heten, de held. Die naam ligt goed in het gehoor en kon het steeds goed met mijn pen vinden in het verleden. Een achternaam heb ik vermeden, schoon die mag schitteren misschien in roemruchte voorbije dingen, dankzij de pen van Karamzin. Familieoverleveringen zijn nu verbleekt en onvermeld zal hij dus blijven. Onze held woont in Kolomna, werkt als bode en schuwt de chic, denkt niet aan dode verwanten en laat zonder spijt die tijd aan de vergetelheid. Yevgeny dus kwam thuis. Hij spreide zijn jas te drogen, ging naar bed, waar hij vergeefs de slaap verbeide, want te zeer was zijn brein bezet. Waarmee? Wat speelde zo door zijn hoofd? Zijn armoe, dat hij voor eer en zelfstandigheid moest sloven,
dat hij wel met wat meer verstand en wat meer geld door God daarboven had willen zijn gezegend. Want soms liep het leven over rozen en niet zozeer voor bollebozen als wel voor boffers die geen zier ooit uitvoeren. Enfin, 2 jaar pas was hij in dienst. En echt heel naar was dit weer, nog steeds steeg de rivier. Het werd tijd, nu het tij niet keerde, tot men de bruggen demonteerde. Een dag of 2, zelfs 3, misschien, kon hij Parasha dan niet zien. Yevgeny moest hier diep van zuchten, en als een dichter soesde hij. Waarom niet? Daarbij, het was dus nog niks, maar veel te duchten. Nee, hij was immers jong en sterk en heel niet vies van flink hard werk. Hij vond wel ergens een bescheiden stekje waar zij en hij tevreden een simpel leven konden leiden. Wie weet, over 1 jaar of 2 kan ik een lapje grond versieren. Parasha zal het huis bestieren, het kroost opvoeden. Zo met haar tot aan het einde mijner dagen te leven, hand in hand. Dan dragen de kleinkinderen onze baar. Zo droomde hij. En droefdoende was het hem deze nacht. Hij wou dat aan de grauwe blinde woede van wind en regen nu maar gauw een einde kwam. Ten slotte sluiten zijn moede ogen zich, terwijl het druilerige duister buiten al wijkt voor daglicht. Waar en ijl en voor onheil. De razernij waarmee de zee haar had besprongen, bleek door de Neva niet bedwongen. Zij was de uitputting nabij. Al vroeg was op de wal in Drommen het volk nieuwsgierig samengestroomd. Het zag hoe niet langer betoond de golven opspatten en klommen. Maar eer hun woede was bekoeld, zouden zij voor de storm bezwijken en bij het zeegat moeten wijken. Een kusteiland werd overspoeld en nog een. Ten prooi aan dit drieste geweld walmde de Neva, brieste en ziede als een heksenbrei. Zwol, kookte, plots dol stortte zij zich op de stad. Leeg en verlaten lag deze als bij toverslag. Terwijl zij zich gedwongen zag de grachten vrij spel op haar straten en in haar souterrains te laten. Drijvend Petropolis geleek een triton die uit zee opkeek. Beleg, attack! Als dieven kwamen de snode golven naar de ramen die door scheepjes werden gekraakt, want alles was op drift geraakt. Kraampjes met vochtsluiers, restanten van boerenstulpjes, daken, spanten, winkelvoorraad, het vale goed der arme luiden, in de vloed ontwrichte bruggen, weggespoelde grafzerken. En het volk wacht af. God was verframd. Dit was zijn straf. Wee. Zonder dak en voedsel voelde het zich verloren.
In dat jaar was Alexander Ruslands tsaar. De glorierijke sprak neerslachtig de mensen toe van het balkon. Gods elementen zijn te machtig voor tsaren. Hij bezag het onheil neergezeten en verzonken in droef gepeins. Elk plein een spaarbekken en elke boulevard een brede stroom. Uit het verdronken terrein rees het paleis op, scheen een eilandrots, triest en alleen. De tsaar sprak en een wijle later verschenen op het woeste water zijn generaals, die volk in nood. Van angst verlamde drenkelingen, gevangen in hun huizen, gingen redden van de verdrinkingsdood. Het Petersplein. Ter linkerzijde een statig nieuw huis, met aan beide kanten van het bordes vol zwier, één klauw van marmer, hoog geheven een leeuw, twee wachters. Die tot leven leken te komen. Op zo'n dier zat schrijlings blootshoofd, met de armen gekruist, roerloos, lijkbleek, mijn arme Yevgeny, die niet ongerust was om zichzelf. De golven stegen tot aan zijn zolen, buitbelust, maar hij was zich van niets bewust, niet van de geeselende regen op zijn gezicht, van het kabaal, niet van de wind die aan de haal ging met zijn hoed, met in zijn ogen de wanhoop en zijn blikken strak slechts op één punt gericht, waar wrak hout huizenhoog werd opgespogen uit boze diepten. God, o God, en weer in diepten werd bedolven, want daar, o wee, nabij die golven, stond aan de baai een schamelkrot, waarvan de schutting gammel toonde onder een taaie vilgeboom. Een krot waarin een veeuwtje woonde, met dochterlief Yevgeny's droom, Parasha. Of was ook het leven niet anders dan een spotternij, ons slechts tot Gods vermaak gegeven, en ging het eil als droom voorbij? Zijn geest als door magie verduisterd, zijn lichaam aan de leeuw gekluisterd, zit daar Yevgeny met alleen maar water, water om zich heen. En met zijn ene arm naar voren, zich van hem afwendend en trots als een onwankelbare toren, waar de rivier had wraak gezworen, de afgod op zijn bronzen ros. Maar zie, voldaan van de verwoesting, moe
van haar brute woede week de Neva en liet in de steek wat zij vernield had, nu haar goesting ruimschoots gedaan was, achterloos. Zoals bandieten bandeloos bij nacht een dorpje overvallen en plunderen en met z'n allen dood en verderf zaaien, geweld, gevloek, gekreun, gehuil, gescheld, tot zij opeens niet langer talen naar buiten, dan haast zich het gespuis uit angst dat men in zal halen, met lege handen weer naar huis. Het water zakte en de straten kwamen weer vrij. Evgenie spoedde zich met een zwaar bedrukt gemoed, vol angst, vol hoop, in alle staten naar de rivier. Maar deze woedt nog amper minder fel, nog kruivende schuimkoppen, volop gedenkt zij nog haar zegen en nog zinkt een ziedend vuur in haar. Het snuiven en briesen zijn nog niet verstomd, een paar dat van het slagveld komt. Evgenie speurt, ontdekt een pootje, dit meent hij is een winnend loodje. Hij zoekt en vindt de eigenaar die hem graag meeneemt op zijn schuit en hem overzet voor een paar duiten, niet tegenstaande het gevaar. Lang vocht de sloep met de verbolgen golven, gestuurd met vaste hand door twee vermetelen bemand en keer op keer bijkans verzwolgen. Ten slotte werd de overkant bereikt. De arme jongen kende de weg waarlangs hij rende. Rende en opkeek. Dit herkent hij niet. Hij is ontzet van wat hij ziet. Van het orkaangeweld gewagen, de chaos en het puin rondom. Haast alle woningjes zijn kromgezakt, kapot of weggeslagen. En lijken liggen ongeteld als op terrein van strijdgeweld. Evgenie eilt zonder gedachten en op zijn allerlaatste krachten zijn eigen noodlot tegemoet. Dat niet lang meer geheim zal blijven, als was het een verzegeld schrijven, waarvan men nog geen zin bevroeg. Weldra heeft hij de laatste straten en huizen achter zich gelaten, daar is de baai. Maar hij blijft staan, om op zijn schreden weer te keren. Hij kijkt, hij loopt terug, kijkt weer en hier. Heeft het stulpje toch gestaan? Daar is de wil en hier stond ergens de poort. Hoe kan het dat er nergens meer iets te zien is? Hij gelooft nog slechts het ergste. Luidop praat hij en loopt in cirkels rond. Dan slaat hij zich plotseling hard voor zijn hoofd en schaterlacht. Duister daalde over de opgewonden stad, waar lang de slaap niet werd gevat en men onder elkaar verhaalde van het gebeurde. En weer straalde boven de stille hoofdstad door een bleek, moe wolkendek de morgenzon. Nergens trof hij meer een spoor van de voorbije rand, verborgen onder het poort. Leek het kwaad. Het ritme werd hervat. Op straat kon men weer gaan en staan en waren de mensen weer, net als altijd, gehuld in onverschilligheid. Door slaap verkwikte ambtenaren op weg naar hun kantoren, koen koopmansvolk, noest en zonder kniezen, van zins de naaste flink te doen opdraaien voor bedrijfsverliezen.
Hun kelders alweer half gereed. Men ruimde op. En de poëet, Gwostof, graaf, oogappel der goden, zong in ons sterfelijke oden reeds van de Neva en het leed. Arme Evgenie daarentegen, wee, in de war was zijn verstand en ziek zijn ziel. Hij bleek niet tegen het gruwelavontuur bestand. Nog was de echo van de krachten der elementen niet gesmoord en bleef hem volgen. Zonder woord zwierf hij zo rond met de gedachten van wie zich in een angstdroom baalt. Er ging een week voorbij, een maand. Een arme dichter nam zijn pover verlaten huurvertrekje over toen de termijn verstreken was. Zonder zijn bulletjes te halen liep mijn Evgenie, die al ras vervreemde, overdag te dwalen. 'S Nachts sliep hij op de kaap. Hij at de beten die men overhad. Aan rafels voddig en versleten waren de kleren die hij droeg. Hij werd met stenen nagezeten door plagen. Nooit scheen hij te weten waarof hij liep en dikwijls sloeg hem een koetsierszweep. Maar men vroeg zich af of hij er iets van voelde, verdoofd door wat luid in hem woelde. Zo sleepte zich zijn leven van ellende voort. Geen beest, geen man, niet dit, niet dat. Niet op de aarde leek hij te roemen, nog ook waar de schimmen thuis horen. Eens lag hij te slapen op de Neva-kade. Het woeien miezerde, men raadde het rasgenakend najaarstij. Tegen de gladde kadestenen sloegen en morden golven die een smekeling geleken die de rechter niet zijn oor wil lenen. Het regende, een jammerklacht ging op de wind die door de nachtwacht ver beantwoord. De stakker werd in dit somber ontij wakker en schrok, sprong op, want plotseling ontwaakte de herinnering in hem messcherp aan het gebeurde. Hij liep gejaagd, maar eensklaps stond hij stil. Met bange ogen speurde hij rond, verwilderd. Hij bevond zich bij het huis met de pilaren en de twee levenwachters. Schier bezield, alsof zij levend waren, hieven zij één klauw hoog en fier. En door de zwarte nacht omgeven, toerende met één arm geheven en recht op zijn omheinde rots, de afgod op zijn bronzen ros.
Zijn gedachten werden ontstellend pijnlijk klaar. De plaats herkende hij weer waar de vloedgolf met zijn roofdierkrachten gewoed had. En hij zag het plein, de leeuwen. Hem ook, die met zijn bronzen, door duisternis omgeven hoofd, roerloos oprees. Hem die niet afweek van zijn noodlottig streven en deze zeestad bouwen liet. De nacht dwingt angst af voor dit wezen. Genie staat in zijn blik gegrift. Pracht staat in zijn figuur te lezen. Zijn paard verraadt een vuur, hun drift. Trots ros, waar raas jij heen? Waar komen jouw stijgerende hoeven neer? Zo ook hebt gij, meester en heer, over het lot, met stalen tomen Rusland tot stijgeren gebracht, de afgrond onder u veracht. De stumper liep met wilde blikken op het gelaat van de despoot naar wie een half rond zich moest schikken, dwaas om het voetstuk heen. Er schoot iets in zijn borst en met zijn wangen tegen de koude traliestangen zag hij als door een mistgordijn een vlam schroeide zijn hart en zijn bloed kookte. Trots, niet te genaken, ontstak het afgodsbeeld in hem een grauwe gram. Met fluisterstem en op elkaar geklemde kaken, zijn vuisten ballend en als onder duivels bedwelming. Onder bouwmeester, pas even op! En rende weg, hals over kop. Een ogenblik had het geleken of hem de schrikkelijke tsaar vlammend van toorn had aangekeken. Het plein was uitgestorven, maar toen hij zich uit de voeten maakte, hoorde hij achter zich als kraakte donder zware hoeven op het dreunend wegrek. In galop en één arm in de lucht gestoken, bij bleke maan onafgebroken jaagt hem de bronzen ruiter op. Jevgeen duikt in steeg en slop en durft zijn vlucht geen til te staken. Hij slaagt er niet in, arme dwaas, de bronzen ruiter kwijt te raken. De hoeven met een helsgeraas. En sindsdien, wanneer zijn wegen toevallig voerden langs dat plein, kwam er verwarring over zijn gezicht. Snel drukte hij dan tegen zijn hart een hand, alsof de pijn zo werd verzacht. Hij werd verlegen, keek naar de grond en nam zijn pet vol gaten af en liep er met een boog omheen. Het ligt vlak
buiten de kust een eilandje. Soms meert een visser die pas huiswaarts keert tegen de schemer hier zijn schuit en bereidt daar zijn eenvoudig maal. Soms ook bezoeken ambtenaren wanneer zij zondag spelen varen het lege eiland. Het is kaal. Er groeit geen grasprietje. Hier braakte de voet alsof hij zich vermaakte met een stuk speelgoed. Een oud krot uit op het strand, waar het bleef steken als zwart struweel. Men trok het vlot zodra de winter was geweken. Het was leeg, maar een koud lichaam voelt men op de dorpel. Laatste haven van onze dwaas. Hij werd terstond in godsnaam 1, 2, 3 begraven. U luisterde naar De Bronzen Ruiter, hoorspel voor mannenstem en noodweer, naar de gelijknamige Petersburgse vertelling van Alexander Pushkin. Vertaling en mannenstem Hans Boland, vormgeving en noodweer Rick Saal, techniek Frans Meijer. De cassette met het hoorspel komt binnenkort samen met de vertaling uit in een boek, uitgegeven door uitgeverij De Papieren Tijger in Breda, en verkrijgbaar in de betere boekhandel.